Nou, mijn naam is Michel Posma. Ik ben werkzaam bij NewAce als algemeen directeur. Wij zijn een bedrijf wat al behoorlijk lang in Leeuwarden gevestigd is, wat zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling en productie van elektronica. En dan niet voor consumenten, maar echt voor industriële toepassingen. Ja, NewAce is ooit ontstaan, dat is wel een leuk verhaal, op de plek waar nu de nieuwe ijshaal staat. Er stond voorheen een verenigde stofzuigerfabriek, die vrij snel daarna in de tijd is overgenomen door Philips. En eigenlijk is NewAce in beeld gekomen om ons van Philips over te nemen. En dat is in 1992 gebeurd. Dus ja, onze oorsprong ligt zo ongeveer op de plek waar nu rondjes worden geschaatst. Leuk, ja. Mooi. En vlakbij het Cambuur Stadion natuurlijk. Ja, wij leveren dus hele mooie producten voor eigenlijk klanten wereldwijd. Producten die in melkrobots zitten als voorbeeld. Producten die in laadsystemen zitten voor auto's. Producten die op landingsbanen van vliegvelden ziet waar lampen mee aangestuurd worden. Hè, landingsbaanlampen. Producten die ervoor zorgen dat deuren automatisch open en dicht gaan. Ik kan nog een heel scala aan producten noemen, maar we zitten echt in heel veel producten die je eigenlijk overal tegenkomt. Nou, we zijn het tweede jaar sponsor. En wat er toen de echte aanleiding was, is we hebben een zetel in Son, zei ik net al, met de skybox bij PSV. Leuk, maar als je klanten die wat meer in de buurt komen of uit de buurt komen hier wil enthousiasmeren om naar een wedstrijd van Cambuur te gaan, ja, is dat heel moeilijk als je geen sponsor bent. Vind ik ook heel begrijpelijk. Dus wij zijn twee jaar geleden mede daarom sponsor geworden. Een andere heel belangrijke reden is dat heel veel mensen in de regio de naam NewAce niet kennen en geen idee hebben wat we hier doen. Dus wij proberen ook op die manier de naamsbekendheid in de regio te vergroten. En daarmee ook de kans op goede mensen vinden vergroten. Want ze kennen NewAce en daarom willen ze misschien wel naar NewAce. En ook gewoon in de regio er zijn en herkend te zijn. Nou, de ambitie van de groep, hè, we zijn onderdeel van een groep. De hoofdzetel zit in Son. Wij zijn dus een van de werkmaatschappijen. En de ambitie van de groep is om verder te groeien. En om ons als system innovator te profileren richting onze klanten. Moeilijk woord misschien, maar dat betekent in feite dat we en aan de voorkant richting ontwikkeling echt een goede bijdrage willen leveren richting onze klanten. Dus echt de klanten willen ontzorgen. En dat ze dus de ontwikkeling eigenlijk van de elektronica bij ons neerleggen. Verder is de ambitie om naast het zeg maar traditionele printed circuit board of de printplaat ook veel meer naar assemblies te gaan. Sub-assemblies of eindproducten voor onze klanten, waar dan vaak een behuizing omheen komt of misschien nog wel een grote kast of wat dan ook. Dus daar ligt een ambitie. En aan de end of life van de levenscyclus, het servicedeel. Dus producten die terugkomen, die gerefurbished moeten worden of hersteld moeten worden. Ja, daar spelen we ook een steeds grotere rol in. Ja, net eigenlijk al een beetje gezegd, maar waar echt de trots ligt is dat we hele mooie producten maken die er te doen. Die eigenlijk mensen, of voor mensen vaak het leven makkelijker maken. Een deur die automatisch open gaat, een laadpaal die het doet. Hè. En daarnaast het team waarmee we het doen. Dus een ambitieus en enthousiast team die elke dag weer het maximale eruit wil halen. Dus dat is toch wel de twee dingen waar ik het meest trots op ben. Dat was was volgens mij 1996, bekerwedstrijd tegen Ajax. Daarvoor hadden we een paar maandjes ervoor van Heerenveen gewonnen. Ja, dat was ook wel euforisch toen. Dus heel mooi. Berghuis. Pieren, die kan de wedstrijd beslissen. Hoewel hij ver naar de buitenkant staat. Maar hij doet het en brengt Cambuur op 2-0. 14 minuten voor tijd. Ongelooflijke sensatie. Maar het is nog verdiend ook. Ja, er zijn er eigenlijk twee. Als je het hebt over het zien van kansen en ze verzilveren. Ja, dan is dat natuurlijk Robert Muren.
En ja, ook om risico's tegen te gaan en de deur een beetje dicht te houden voor risico's. Ja, eigenlijk een keeper, hè? Ja, dan is het toch Fred Grim. Die heeft toch wel het meest bereikt, denk ik, in zijn carrière na Cambuur. Dus dat zijn voor mij de twee spelers die er dan echt uitspringen.